Wat ga je dan als verdediging doen? Zo ook in deze zaak ga je kijken hoe is nou precies die route gegaan. Tegenwoordig is bijvoorbeeld de richtlijn dat je dat bloed op min 20 graden Celsius getransporteerd moet worden. Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom bij een interview in een serie interviews die allemaal een aantal dingen gemeen hebben. Namelijk 1, ze zijn opgenomen op een bijzondere plek. 2, we hebben interessante gasten. En 3, belangrijke juridische ontwikkelingen worden besproken. Nou, we kunnen ze allemaal afvinken. We zitten hier in de koepelgevangenis in Arnhem, bijzondere plek. Tenminste, tussen de gevangeniscellen. Er zijn geen gedetineerden meer. Maar toch, indrukwekkende plaats. 2, ik heb een interessante gast, Priscilla, die ik zo meteen verder voorstel. En 3, er wordt een juridische ontwikkeling besproken op het gebied van het strafrecht. Nou, dat kunnen we dus allemaal afvinken. Priscilla Bugelen, ik zei het al, welkom. Je bent advocaat bij Spijker Strafrecht Advocaten hier in Arnhem. Dus Het is een thuiswedstrijd. Inderdaad. Altijd al in het strafrecht... Ja. Meest brede zin van het woord? Of brede zin van het woord. Ja, ik heb hiervoor bij een ander strafrechtkantoor gezeten. Dus mijn passie ligt bij het strafrecht. Bij het strafrecht. Ja. En ook regelmatig in gevangenissen en huizen van bewaring. Heel regelmatig. Dat soort plekken te vinden. Heel regelmatig, ja. Je hebt een arrest meegenomen van de Hoge Raad, 2022, ja. April. En het gaat over rijden onder invloed, bloedonderzoek. Ja. Wel of niet de juiste voorwaarden die zijn nageleefd. Ja. Ik vraag altijd aan het begin, neem me even mee naar hoe dit verhaal start. Ja, ik heb deze uitspraak uitgezocht omdat ik afgelopen week zelf nog een vrijspraak heb weten te bemachtigen. Dankzij deze uitspraak van de Hoge Raad. Okay. Hoe gaat het in zijn werk? Iemand wordt verdacht van rijden onder invloed. Van drugs dan wel, van alcohol. Dan vindt er een bloedonderzoek plaats op het politiebureau. En op enig moment... gaat dat bloed vanaf het politiebureau naar een laboratorium om daar nader onderzocht te worden. En daar gaat deze uitspraak eigenlijk over. De Hoge Raad heeft in deze uitspraak duidelijk gemaakt dat bepaalde voorschriften uit het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, strikte waarborgen zijn. Met andere woorden, dat zijn zulke belangrijke voorschriften dat als daar niet aan is voldaan, dat het bloedonderzoek eigenlijk niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Gewoon nietig verklaard. Ja, niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. En dat heeft een heel belangrijk juridisch gevolg. Want bij rijden onder invloed gaat het om de vraag... heeft iemand gereden onder invloed van alcohol of drugs? En in de wet staat letterlijk benoemd... Dat er dus een onderzoek aan ten grondslag moet liggen. En uit dat onderzoek moet dan blijken... of de grenswaarde is overschreden, ja of nee. En op het moment dat dat bloedonderzoek niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden, dan is aan dat onderdeel van de delictsomschrijving dus niet voldaan. En dat is een cruciaal onderdeel vaak. Ja, dan kan dat bestanddeel dus niet bewezen worden verklaard. En dat dient dus tot een vrijspraak te leiden. Dus het heeft grote gevolgen voor de praktijk. Maar goed, dit is dus ergens begonnen. Dat gaat via de rechter naar het hof. Wat lag er eigenlijk voor op het laatst bij de Hoge Raad, de cassatie? Ja, dat was dus de vraag. Het ging om een zaak waarbij de bloedmonsters eigenlijk een beetje waren gaan zweven, om het maar zo te zeggen. Vinden die bloedonderzoeken plaats bij laboratoria in Nederland, bijvoorbeeld het NFI. Maar het kan ook plaatsvinden bij laboratoria in het buitenland, zoals in deze zaak het geval was in Duitsland. En wat ga je dan als verdediging doen? Zo ook in deze zaak ga je kijken, hoe is nou precies die route gegaan? Want je wil kunnen vaststellen op welke wijze het bloed bewaard is, maar ook op welke wijze het bloed getransporteerd is. En die vraag lag voor in deze zaak. En daarom heeft de Hoge Raad noodzaak gezien om daar een verduidelijking aan te geven aan de praktijk. Want deze vraag die kwam al vaker oppoppen in de rechtspraak. En de Hoge Raad heeft dus gezegd, bepaalde artikelen uit dat besluit zijn dus zo belangrijk en zo essentieel voor de betrouwbaarheid van de uiteindelijke uitkomst van het bloedonderzoek, dat dus strikte waarborgen zijn. En als die voorschriften dus niet worden nageleefd of niet voldoende worden nageleefd, dan is er dus geen onderzoek in de zin van de wet heeft dan plaatsgevonden. En om wat voor voorschriften moet je dan denken? Bijvoorbeeld een van die voorschriften is dat het bloed zo spoedig mogelijk van het politiebureau naar het laboratorium moet worden overgebracht. En wat is dan de definitie van zo spoedig mogelijk? Dat is een goede vraag. Die is niet eenduidig te beantwoorden. Het gaat echt om alle omstandigheden van het geval.
Ik heb zojuist aangegeven dat ik een vrijspraak heb weten te krijgen vorige week bij het gerechtshof in Arnhem. Mijn cliënt die was in eerste aanleg veroordeeld voor rijden onder invloed. Had er uiteraard ook een straf voor gekregen. In hoger beroep is het dus een vrijspraak geworden. En in de zaak van mijn cliënt zaten er 13 dagen tussen de afname van het bloed en de uiteindelijke aankomst van het bloed in het laboratorium in Duitsland, ook in dit geval. Dus ik heb betoogd dat 13 dagen, dat je dan niet kan spreken van een spoedige bezorging. Dus dat het voorschrift geschonden was. Dus dat het bloedonderzoek eigenlijk de prullenbak in kon. En dat was het gerechtshof met mij eens. Ik heb het in de andere zaak ook geprobeerd. Daar zaten er 6 dagen tussen. Dat werd wel al zo spoedig mogelijk gezien. Maar 13 dagen in dit geval niet. En dan beroep je op dit arrest? Dan beroep ik me op dit arrest. Ja, en natuurlijk op het besluit. Ja, nee, begrijp ik. Het blijft alleen natuurlijk een beetje subjectief. 6 dagen is dan 7 dagen wel te lang. Ja. Of 13 dagen is dat te lang en 12 dagen is dat weer goed. Ja, je moet niet alleen kijken naar het aantal dagen. Je moet eigenlijk als verdediging zijnde, hè, want zo kijk ik naar een dossier. Op het moment dat je twijfel kan zaaien over de wijze waarop het bloed is getransporteerd of bewaard. Dan moet je de uitspraak van de Hoge Raad bijpakken en dan moet je daar je verweer op inkleden. Ja. Tegenwoordig is bijvoorbeeld de richtlijn dat je dat bloed op min 20 graden Celsius getransporteerd moet worden. Als je dat dus niet in het dossier kan terugvinden, pak dan bijvoorbeeld de uitspraak van de Hoge Raad erbij en ga je verweer op die manier inkleden. En dan zie ik een kans van slagen. Dus eigenlijk heeft dit arrest wel degelijk een heel concreet handvat nu geboden aan jullie. Ja. Om daarmee, het recht zijn loop te laten hebben. Ja, er zijn echt meerdere artikelen die dus door de Hoge Raad zijn aangewezen als strikte waarborg. Dus kijk het dossier erop na. En als je een van die artikelen, als daar twijfel over bestaat, dan kun je je verweer inkleden. En dan, maar heb je even kans. Een vraag. Is het nu eigenlijk, kun je nu eigenlijk meer twijfel zaaien als gevolg van dit arrest? Of zijn je dingen juist nu duidelijker geworden? Als verdediging wil je natuurlijk altijd twijfel zaaien op bepaalde punten. Maar de Hoge Raad heeft wel echt duidelijke handvaten gegeven dat bepaalde artikelen echt strikte waarborgen zijn. En als die voorschriften niet zijn nageleefd, leidt dat tot een vrijspraak. Goed. Missen we nog iets? Is er nog iets wat je wil aanstippen? Nee, nou, een heldere analyse. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel ook voor je komst hier naar Arnhem. Of tenminste naar de koepelgevangenis. U thuis wijs ik zoals altijd u nog op het bestaan van de website avdr.nl. Daar staan veel meer van dit soort gesprekken op. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken naar dit interview.